President Zelensky hield gisteren een indrukwekkende speech. En wat wist hij veel over ons land? Zelfs 1 april 1572 werd aangehaald toen de watergeuzen de Spanjaarden verdreven uit Den Briel. Alleen jammer dat hij niet wist dat Nederland zo'n ziekelijk bureaucratisch land is. Dan kan je je vragen om meer sancties tegen Rusland en tegen Poetin en zijn oligarchische comrades. Maar ja, hier in Nederland volgen wij de regeltjes: oorlog of geen oorlog. Ruim vier weken nadat de eerste sancties tegen Rusland zijn afgekondigd... lukt het in Nederland nauwelijks om de goede van rijke oligarchen en bedrijven te bevriezen. Zegs een half procent van het hier geparkeerde Russische geld is bevroren. Even tussendoor, dat bevriezen van geld, wat houdt dat precies in? Bij WNL zat een financieel expert. Uh, wat houdt dat bevroren eigenlijk in, in de praktijk? Uh, heel simpel, uh, de man of de vrouw van wie het geld is, die kan er niet bij. Nou, bedankt financieel expert. Minister Hoekstra is de grote coördinator sancties tegen Rusland, zo bleek gisteren. Nou, en als hij zo doorgaat, krijgt hij straks nog een hoge Russische onderscheiding van Poetin voor het vertragen van de sancties. Spaziewa Wopke, wie is de mol na vijf weken? Ik denk Wopke, de coördinator zelf. Nederland is nog steeds niet begonnen met het in kaart brengen van Russisch vastgoed. Ruim een maand na de afkondiging van sancties zeggen ministeries niet te weten wie dit moet oppakken. Als ministers tegenwoordig Arjan Lubach nodig hebben... om te voelen waar de problemen liggen, dan wordt het wel een beetje droevig, hè? Het ministerie van Financiën gaat er volgens hen zelf niet over. Uh, justitie en Veiligheid gaat er niet over. Economische zaken niet. Binnenlandse zaken niet. De Nederlandse bank en de autoriteit Financiële Markten... vinden het ook allemaal niet hun taak. Nee, want in Nederland, bureaucratieland, schuiven we lekker af. En op deze kritiek... En ook vinden Kamerleden dat Hoekstra te veel verwijst... naar andere ministeries en instanties. ...was het logische antwoord van minister Hoekstra natuurlijk. Dit. Maar dit ik, ik voor over dit specifieke punt zal ik dan contact opnemen met de collega's van Financiën. <laughs> Hoekstra, de coördinator, bleef maar verwijzen naar zijn collega's. Heeft hij dan helemaal niks gedaan? Nou, ho, er was een werkgroep opgericht. Ja, ja, werkgroepie. En op welke plek zat die werkgroep ook weer in het rijtje met stuurgroep en taskforce? Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er wel een sanctiewerkgroep is opgericht, maar dat de leden daarvan nog geen verdere afspraken hebben gemaakt over wie precies wat doet. Ze missen nog wat urgentie blijkbaar. Kijk, onteigenen is niet makkelijk, weet ik. En ingewikkelde BV-constructies aan de Zuidas, waar Nederland alle ruimte aan heeft gegeven voor alle oligarchen en dictators, bemoeilijken het zeer. Maar zo weinig, er kan echt wel meer dan. dan, dan... Ach, laat ik het Pieter Omzicht zeggen, die was lekker op dreef gisteren. Nederland, 0,4 miljard. Nul boten, ze zijn weggevaren uit de haven. En uh, ook nog nul huizen. Nul huizen en nul meestal hier gebouwde boten, bleek gisteren ook bij Lubach. Is het zo lastig, Wopke? Die bootjes en huizen van die dikke Russen? Nou, zeg het Pieter. De Belastingdienst weet van wie welk huis is, weet van wie welke boot is, weet van wie welke onderneming is. Ja, dat weten we dus. Maar ja, dan komt ons prachtige bureaucratische systeem kijken. Oorlog of geen oorlog, er zijn regeltjes. Ik moest denken, ja, oorlog. aan Joden die de concentratiekampen hadden overleefd. en terug in Amsterdam nog een forse rekening kregen van de gemeente Amsterdam. over niet betaalde erfpacht van hun huis. Leuk die gaskamerverhalen, meneer Cohen. Maar we hebben nog steeds regels hier. Pas in 2015, 70 jaar na de oorlog, besloot de gemeente Amsterdam tot een schadeloos stelling. En wat zei Wopke eigenlijk over waarom er nog zo weinig gedaan is? Bijvoorbeeld door de belastingen. Laat maar raden, Wopke. Vast iets bureaucratisch en iets met regeltjes. Dat ging over de geheimhoudingsplicht van artikel 67 AWR. Het ging over de, een deugdelijke rechtsgrond in het kader van de AVG. En het ging over ja, ja, de informatie. Gewoon ja, ja, de relevante, ja, ja, actuele informatie. Ja, 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 voor ja, 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 lekker, van. lekker, wopke. Het kan niet door de AVG. Ja, de privacyregels gelden ook voor Zuid-As oligarchen. Nou, maar Woppie ging ermee aan de slag, hoor. Het gaat gebeuren, president Zelensky. Namelijk dit. En ten aanzien van die AVG wordt er op dit moment advies ingewonnen van de landsadvocaat. Dat is wat ik hier heer zich erover kan zeggen. Bam! Na 40 dagen is het nu. Wordt er nu informatie ingewonnen bij de landse advocaat? Dat is daadkracht, Wopke. Wel als kanttekening, er is waarschijnlijk nog een wettelijke bezwaarprocedure. Maar president Zelensky, tegen de kerst hebben we alles vast wel in kaart. En dan gaat het naar de werkgroep. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.